Morgens, daar zijn we weer. Jawel, we zijn in Raalte. Met mijn homeboy Hugo zijn we aanwezig. We zijn weer terug. Elk kwartaal komen er 3 nieuwe PC's uit van Morgen. In samenwerking met Azerty, MSI en Nvidia. En vandaag hebben we ook 3 nieuwe PC's. Maar 2 daarvan zijn bijna gelijk. Alleen, het zijn 2 grote concurrenten van elkaar. Een Ryzen build tegenover een Intel build. En laten wij daar nou eens vandaag een lekkere challenge aan toevoegen. Dat ik een PC bouw en dat Hugo een PC bouwt. En dan gaan we kijken wie er sneller is. Ik weet eigenlijk wel wie er sneller is, man. Ja, ik natuurlijk. Morgens, jullie weten het, hè. Dit is Team Morgen tegen Azerty. Wat doe je hier eigenlijk? Ik ontwerp al onze systemen. Ik ga over de inkoop daarvan en de onderdelen, samenstellingen, voorraad. Dat klinkt best wel alsof Hugo vaak PC's in ieder geval heeft gezien en heeft gebouwd. Maar hoe gaan we dat doen? Want ik heb hier Ryzen staan, Intel. Houden we dat zo? Doen we nog even een rock, paper, scissors? Of, ja, we kunnen steen, papier, schade doen, hè? Rock, paper, scissors. Oef. Dat is 1, oké. Oké. Oké, oké. Boom! 1-1, oké, oké. Best of 3, hè? Wow. Je hebt het eerst al verslagen, jongen. Geef niet, deze geef ik jou cadeau, man. Oké. Okay. Ik ga de Intel bouwen. Intel? Jij mag AMD gaan doen. Oké. Dan zou ik zeggen, er zit nog maar 1 ding op. En dat wij deze matchup gaan starten. Team Morgen tegen Team Azerty. Het is tijd om te beginnen, jongens. Voordat we beginnen, eerst even de spelregels. Uiteraard moeten de systemen aangaan. En is het heel erg belangrijk dat alle fans draaien. En ook dat alle RGB het doet. Buiten dat moet het systeem natuurlijk ook er netjes uitzien. Dat betekent dat de kabelmanagement in orde moet zijn. En buiten dat hebben wij een scheidsrechter die ons zal gaan helpen. Wij hebben tijdens de livestream de 2 beelden zo identiek mogelijk gehouden met de Morgs, dus de Morg community. Het groot verschil is dat in mijn beeld de AMD Ryzen 7 5800X zit, een tray editie, zodat we zelf onze eigen koeling kunnen toevoegen. Daarnaast is het gecombineerd met de RTX 3070 Ti Ventus 3X van MSI. Deze zit ook in de beeld van Hugo. Het verschil zit hem ook in het moederbord. Een MSI MAG B550 Tomahawk, ook van MSI, voor mijn beeld, de Ryzen. In de Intel beeld van Hugo zit de i7 12700 gecombineerd met een Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4 moederbord. Daarnaast zit ook hier dus een RTX 3070 Ti Ventus 3X overclocked editie van MSI. En buiten dat zijn de systemen eigenlijk helemaal identiek. Alright, dan gaan we dan. Let's go. Uiteraard beginnen we met de kast. Kijk, dat was even die sneaky shit. Zat dat te denken? We moeten niet vergeten dat we natuurlijk de onderdelen ook gewoon netjes moeten houden. Dus niet dat we alles er helemaal in gaan raggen en noem maar op. Oh shit, wie heeft mijn mesje gejat? Mesje? Mijn mesje is weg. Is jouw mesje weg? Mijn mesje is weg. Heb je er 2? Ah, zo vervelend ben je niet. Manier heb je je mesje. Dank je. Waar zijn we mee bezig, Hugo? Waar ben jij mee bezig? Ik ga eens even de processor op het moederbord prikken. Nou, die van mij zit er al op, hoor. Oké. Don't blink, hè? Don't blink! We hebben hier een Spatium M480, de PCIe 4.0 NVMe M2 SSD. Jezus, wat een woord allemaal. Maar in ieder geval, het gaat erom. Het is gewoon supersnel geheugen. Maar ik heb nog wel tijd, weet je. Ik kan nog koffie drinken zelfs, water halen. Ik kan alles. Als je kijkt naar Hugo, hij is wat meer gefocust bezig. Ik ga sneller dan het licht. Oh, wacht even. Ik heb hier nog iets voor nodig, joh. Ik zocht letterlijk de doos waar ik nu op aan het bouwen ben. Er moet iets liggen. Oh, hier. Top. Kijk, die had Hugo dus net al klaargelegd, snap je? Hij is toch een beetje aan het sneaken. Hoezo? Ja, je bent allemaal dingen aan het klaarleggen. Normaal niet, man. Hier, heeft hij ook nog mijn mesje gejat? Nee, lig hier. Oké, mes. We hebben er maar 1, dus we moeten doen wat we hebben. We leggen die dan altijd in het midden weer, ja? Is goed. Je had hem, hè? Die zit, man. Top. Deze heeft geen zin. Nu wel. Wacht. Vergeet niet de coolstrip, hè? Ja, die was je vergeten, of niet? Nou, wel niet. Ik geef ook gewoon tips, want dan moet ik ook gewoon stoppen met te doen. Dan zit je mijn hand vast. Ik hoor wel wat frustratie al bij mijn buurman. Hij zit niet. Of dat is die Hamilton-stijl, zeggen alsof dingen misgaan, terwijl hij vliegt gewoon die rondes door. Dat kan natuurlijk ook. Boom.
Daar zijn we dan. RAM-stickies. 16 gigabyte. Helemaal goed om te gamen. De Vengeance 3600 MAZ. Niet 3200, want ja, het is iets sneller. Maar het prijsverschil was echt bijna niks. Dus we hebben voor deze gekozen. Samen met de chat trouwens. Dat hebben we laatst gedaan in een stream van mij. Dus voor iedereen die nu in de comments zegt, morgen dit, morgen dat. Blame the chat. Zo moet hij. Oké. Ik wil mijn wissel inzetten, kan dat? Je wissel? Nee, ho, wat bedoel je wissel? Welke wissel? Ik kon opeens Van Nistelrooy naar binnen wandelen. RAM-sticks gaan we even installeren. Oeh, het zijn wel echt mooie RAM-sticks trouwens. Ja, morgen is wel goed bezig. Ah, je komt me achterna, hoor. Je loopt iets voor. Ietsje. Ah, ik had moeite met de M2. Ja. Je kan nog altijd inhalen. Oké, wat hebben we nu? We gaan nu over naar de big boy. We hebben namelijk hier nu processor erop geïnstalleerd, M2 SSD en RAM. Dus nu gaan we over naar de kast om uiteindelijk alles in te zetten. We hebben gekozen voor eigenlijk twee dezelfde kasten, voor die van Ryzen en Intel. Er is uiteraard ook nog een derde systeem, maar ze hebben in feite bijna allemaal dezelfde kast. En ze heette de Gungeer 111R. Clean kast hoor. Niet te groot, niet te klein. I like it. Hij is nice. Alright, dan even tijd voor een tussenstand. Morog is bezig met het moederbord. Die is net geplaatst, heeft de kast uitgepakt. Moertjes zijn vastgemaakt. Is gewoon lekker bezig. Maar Hugo, zijn moederbord ligt daar maar op tafel. Heeft wat moeite met de doos. Hij heeft een beetje moeite met alles eigenlijk. En er is nog veel werk aan de winkel voor jou om deze achterstand in te halen. Hugo, hoe is het eigenlijk met je man vandaag? Ja, het gaat goed. Lekker een computertje aan het bouwen. Hoe ga je dit thuis uitleggen dat je hebt verloren van iemand die gewoon dit voor als hobby heeft gedaan? Dat zien we wel als het is afgelopen morgen. Lijkt me een lastig gesprek met je vriendin. Ja. Vandaag verloren van zo'n guy met een baard en ja, ik weet niet man, het is gewoon... Hij kon wel heel goed computers bouwen, zeg ik dan. Dit is niet goed eigenlijk, want nu gaan jullie dit natuurlijk gebruiken als uitgangspunt voor die bouwers van hier. Van ja, die gasten kunnen het ook in een half uur. Oeh, wat ga jij nou doen? Ja, jij hebt volgens mij wat over het hoofd gezien, jongen. Oeh, wat ga jij nou doen? Hij gaat opeens gewoon met de voeding. Nee, okay. Dat is geen voeding. Wat is het dan? Dat is de koeler. De koel... Oh, nee joh, die hebben we zeker niet over het hoofd gezien. Nee joh, daar maak ik me geen zorgen om, Hugo. Ik ben bezig met moederbord plaatsen. En ik ga nu bezig zijn met mijn voeding. 750 watt voeding. Genoeg voor dit systeem eigenlijk. Meer dan genoeg zelfs. We hadden zelfs voor eigenlijk een iets mindere kunnen kiezen. Maar toch voor de zekerheid en iets meer power erin. Beter wat meer headspace in plaats van dat we net aan redden. Kijk, en wat ik nu eigenlijk chill vind om te doen is deze kabels. Dat deze er al in zitten. Ik merk ook dat Hugo wel heel stil is eigenlijk. Hij zit volledig in zijn focus. Ik ben alleen maar aan het lullen. Misschien moet ik ook gewoon mijn bek houden. We zijn weer een deel verder. We zitten nu een half uur in het bouwen van de PC. Ik hoor graag ook van jullie hoe lang jullie eigenlijk hadden gedacht dat wij bezig zouden zijn met deze PC's. Laat het even achter in de comments. En laat vooral achter ook wie jij denkt dat er gaat winnen. Voordat je het einde van deze video hebt gezien. Dikke shout-out naar Azerti voor het opofferen van Hugo uiteraard. Moet wel zeggen dat Hugo ook wel een beetje bezig is met een inhaalrace. Dus het gaat nog spannend worden. Tussenstand. We kijken nu naar de tussenstand. Hugo heeft net door hoe de PC-kast eruit ziet. Op dit moment heb ik de voeding geïnstalleerd, CPU... RAM-geheugen, M2 SSD, moederbord zit er vast in de kast. De kabels van de voeding zijn geïnstalleerd. Ik ga bezig nu met de waterkoeling. Die Hugo al voor een deel... Nou, nog niet helemaal. We zijn een eindje. Hij is iets met de waterkoeling aan het doen. Hij heeft ook zijn moederbord geïnstalleerd. Maar het grote verschil is dat mijn voeding er al in zit en die van hem nog niet. Maar hij heeft wel al iets met waterkoeling gedaan. Dus ik denk plus minus komt het wel op hetzelfde neer. Ja, hoe ga ik dit nou even doen? Zo ga ik hem erin plaatsen. Zo. Ik moet zeggen, ik ben eigenlijk ook best wel fan van gewoon luchtkoelers. Gewoon... Ja, als je de drama allemaal optelt met een waterkoeler, hoeveel tijd je er eigenlijk mee bezig bent. Klopt. Los van de koeling natuurlijk, hè? Die is dan weer top. Maar inderdaad, al het gezeik eromheen. Dat is, ik merk ook dat we begonnen heel netjes, maar het is nu gewoon echt een chaos op tafel. Maar dat, ja. Bende. Prima. Overal liggen schroefjes, overal liggen kabels. Prima, je hoort erbij. Is zo. Maar laten we eerlijk zijn, iedereen die ooit een PC heeft gebouwd, die herkent dit volgens mij wel. Mijn eerste PC, die bouwde ik met een krant eronder. Op de keukentafel met een krant, want ik had geen antistatische mat of wat dan ook. Sick. Laat maar raden, Telegraaf. Het is op zich wel een goede krant om als onderzetter te gebruiken.
Nou, dit ziet er nog niet heel netjes uit, maar dat komt zo wel. Nou, je hebt mij verslagen mijn eigen spel, denk ik, man. Oké, dan moeten we nu even goed kijken. Ik heb deze twee boutjes nodig en deze twee klemmetjes. Die staan hier op dit plaatje. En koelpasta. Ook een beetje koelpasta. That's it. Hoiwel morgens. Het is heerlijk spannend geweest. We zijn knijterhard bezig geweest om als eerste te eindigen. Wel netjes, maar wel eerste. In deze strijd tussen ons tweeën. Morgens tegen Azerti. Wie is het geworden? Is het Hugo? Die een beetje moeilijker begon. Een andere keuze had gemaakt met het bouwen van zijn pc. Of is het toch morgens? Die voor de traditionele aanpak ging. En wellicht is ingehaald door de tijd heen. Laten we gaan naar de uitslag. Ik ga straks een lekker glaasje drinken met de tranen van Hugo. Zoutige wateren. Oh, heerlijk. Ja man, ik had een beter plan moeten maken met de kabels. Hugo, het geeft niet. Het is oké. Je verliest van een grootmeester. Jouw systeem kan nog steeds in de fik vliegen, mijn vriend. Zijn jullie klaar voor het laatste kabeltje wat ik ga aansluiten? Echt. Nou, weet je wat, ik ga gewoon kijken. Ik ga je zelfs helpen. Ik ga je stroomkabel vastpakken. We gaan het ding inpluggen. Dat was hem. En als hij het doet, dat was hem. Dan heb jij de eeuwige glorie. En dan ben ik ook mans genoeg om dat toe te geven. Ja, oké. Dan geef ik dat toe. Oké. En dan ga ik in mijn hoekje zitten huilen. Schaamte. En heb ik de glorie van Azerti niet kunnen verdedigen. Geef niet, Hugo. Helaas. Geef niet. Hij is zo mooi. Hij is zo mooi. Jeetje, daar gaan ze. Daar gaan ze. Hugo, stop de tijd. De tijd is gestopt. Hij liep al niet meer, ik was hem vergeten aan te zetten. Nee joh. Maar laten we zeggen, 15 uur? Minuten. Een uur en 10 minuten? Het is nu 44, het was 26, dus een uur en 24 minuten. Een uur en 24 minuten? Ja. Anderhalf uur. Anderhalf uur. Scheid. Dit is scheidsrechter Manon. Applaus voor Manon. Ja, hij is af. Ik heb hem gebouwd. Ja. Je hebt het gezien ook van de zijlijn. Je hebt gekeken dat we niet vals speelden. Ja. Hugo is een kast, ja. Is ook heel mooi. Wat dus moeten we hiervan zeggen? Hij is bijna klaar. Maar hij moet nog aangaan, hè? Ja. Dit is het en moment. En alles moet van branden. Okay. Ja. Wow. Hij doet het. Doet hij het? Maar alleen je waterkoeler niet. Nee! Ha! Nee, wacht even. Ik kan nog steeds winnen. Yo. Wacht even. De fans van zijn waterkoeler doen het niet. Oh. Ik zei het toch? Ik zei het. Oké, wacht even. Dat ga ik even snel oplossen. Maar ik begrijp het eigenlijk niet. Hoe weet je waar het aan ligt? Of, oh my god. Letterlijk het laatste dingetje hier die ik los had ging hangen. Deze hing los. Echt waar, dit is hem. Dit is hem 100% Hugo. Je gaat dit niet winnen. Sorry mijn broeder. Tessie, doe hem maar aan. Ja. Hij doet het man. Ja, dan ga ik toch mijn verlies accepteren. Gozer. Gefeliciteerd, je hebt het verdiend. Goed gewerkt. Ja, man. Dan mag je nu naar hiernaast, er staan er nog 30. Die mag je eerst af gaan bouwen. We gaan de pc's gaan we die kant op halen met die andere computer erbij. En dan gaan we daar nog even op inzoomen. Zie je daar. Let's go. Nou jongens, daar zijn we dan. Daar staan we dan. Even op een andere plek. Mooie plek wel, hè? Heel mooi geworden hier. Een speech te geven. Net nieuw. Een speech te geven na mijn overwinning op deze man. Ja, ik moet het toch een beetje erin wrijven. Sorry, ja, Hugo. Het is oké, het is oké. Maar het was leuk om te doen, man. Ik ben als een man ten onder gegaan. Je bent wel strijdend. Vechtend ten onder gegaan. Het is niet anders. Ik vond het echt leuk om te doen. Ja. Ik heb natuurlijk het Ryzen beeld gemaakt. Hugo is bezig geweest met de Intel. Dat zijn deze twee. Maar we moeten niet vergeten dat daaronder een ander systeem staat, namelijk met een i5 en een iets andere processor die erin zit. In ieder geval, deze is anders gebouwd. Deze heet een intelligente beeld, een i5, met een 2060 erin. Dus we hebben ook geluisterd naar de mensen die in de comments hebben gereageerd de vorige keer. En dus deze twee, de extra alles Intel en extra alles Ryzen. En dat is het volgens mij. Het is helemaal compleet, joh. We hopen dat jullie het leuk vinden, deze beeld. Ja, dit gaat sowieso goed komen. En trouwens, dat moeten we niet vergeten, we hebben die certificaten. Ik ga deze van Intel ga ik tekenen met mijn handtekening erbij en dat ik hem heb gebouwd. En jij... Ik ga deze tekenen met de Intel beeld. Precies. Deze man met de extra alles Intel en ik de extra alles Ryzen. Dus misschien heb jij kans dat jij mijn pc of die van Hugo te pakken krijgt. Gozer, cool. Ik zou zeggen, laten wij de voorbereidingen treffen voor de volgende video om hier te gaan golfen met elkaar. Ja. En met nog wat morgens uiteraard. And that's it. Wordt leuk, ik heb er zin in. Zeg jij nog even een laatste iets in de camera. Freestyle, go!
Bedankt voor het kijken. Doei.